uitleg bij som 5. Hoeveel is het samen? Als je op het rekenrekje alle rode kralen boven ziet, hoef je die niet te tellen. Dat zijn er 5. Je hoeft nu alleen de ene witte kraal erbij te tellen. 5, 1 erbij, is 6. Dat telt veel sneller. Als je boven alle rode en alle witte kralen ziet, zijn dat er 10. Die hoef je niet te tellen. Alle kralen boven zijn er 10. We hoeven alleen die ene rode kraal beneden te tellen. 10, 1 erbij is 11. Dat telt veel sneller. We zien nu boven alle kralen. Dat zijn er 10. Beneden zien we alle rode kralen. Dat zijn er 5. 10 en 5 erbij is 15. Alle kralen boven en de 5 rode beneden is 15. Dat hoeven we voortaan ook niet meer te tellen. We moeten er nu nog 2 witte kralen bij tellen. 15 en 2 erbij. 16, 17. Dit zijn dus 17 kralen. Bij som 5 zijn steeds alle bovenste kralen al op het rekje gezet. Dus we gaan verder tellen vanaf de 10. Kijk ook goed hoe we de getallen schrijven. Eerst een 1 en daarna hoeveel kralen het zijn. De 1 is van de 10. Kijk mee om even te oefenen hoe we de getallen schrijven. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20.